Ja, dat filmpje circuleert nou, hè? Overal. Op de social media. Van die Rotterdammer. In de trein. Die Volkert van de Graaf even helemaal uitscheld. Voor Rottervis. Ja! En iedereen heeft daar dan weer een mening over. Vrienden, het was, weet ik veel, net na de O.J. Simpson affaire. En ik woonde toen op Aruba, ja. En daar kwam O.J. Simpson, die was ineens bij mij op de golfbaan. Ja, en er was niemand. Hij kwam het clubhuis uit en ik liep richting het clubhuis. Daar komt O.J. Simpson aan en ik. Niemand in de buurt. En ik zei niks. Ik zei helemaal niks, vrienden. Ik durfde niet te zeggen tegen hem, vuile, vieze moordenaar. En ik liep door. En hij zei wel gedag. Hij zei hi. En ik zei niks. Maar deze Rotterdammer. En daarom besteed ik hier aandacht aan, vrienden. Deze Rotterdammer, die is... wel zo stoer genoeg om iets te zeggen tegen Volkert van de Graaf. En ik was dat niet toen, hij wel. Hij heeft de moed gehad om toch maar die trein in te lopen. En er is ook nog een mafketel in die trein die roept, dit is een stiltecoupé. Hoe durf je? En hij gaat op die Volkert af en roept tegen hem, vuile laffe hond, vuile vieze moordenaar. En noem het om, hij zegt alles wat wij allemaal ooit tegen Volkert van de Graaf hadden willen zeggen. Ja, dus die man in die trein, die verdient alleen maar ons applaus.